Ben je nog een beetje blij? Kom op. In Gods geest is blijheid en vrijheid en vreugde en alles. Alles wat je meer wil hebben is in Jezus, zoals mijn mooie vrouw al zei. Dankjewel Saskia. En de volgende keer ga ik wel drummen. Je drumt goed hoor. Gaaf. En ook mijn zoon Jonathan is ook een van onze worshipleaders met gitaar, maar akoestische gitaar. Hij kan geen elektrische gitaar, dus hij heeft niet gespeeld. Dus volgende keer doen we allemaal samen. Next time we do it together, oké? En this is wonderful. Wat jij zei, Richard zegt tegen mij, vorig jaar was je veel te lang. Want je ging in het Engels praten en moest alles vertaald worden in Nederlands. Dan ben je zo'n uur en een half bezig. Anderhalf uur, weet je wel. Dus hij zei, je moet gewoon in Nederlands praten. Ik zeg, ik praat nooit in Nederlands. Ik bid niet in Nederlands. Ik lees de Bijbel niet in Nederlands. Ik doe nooit iets in Nederlands. Behalve af en toe een keer met haar praten, onze secret language, met onze kinderen, weet je wel. Dus ik vind het heel mooi. Dus hij zegt, je moet gewoon in Nederlands preken. Ik zeg, jongen, ik kan helemaal niet in Nederlands preken. Dus ik ga nu wel praten, maar ik ga nu wel dat proberen. Maar ik zal even zeggen, soms mijn grammatica niet helemaal goed. En ook ga ik soms over in het Engels. When I get really excited, ga ik in het Engels over. Maar ik zag jullie allemaal zingen in het Engels, dus jullie kunnen best wel Engels. Dus wat dat betreft helemaal geen probleem, maar ik probeer alles in het Nederlands te doen. Maar ik vond het heel mooi, Richard, wat jij zei hier, jongen. We lachten en lachten en stroomden over van blijdschap. Dit is in de Passion Bible in Psalm 126. We konden alleen nog maar roepen van vreugde en uw lof zingen. Oude Testament! Dit is niet eens het Nieuwe Testament. Oude Testament. We lachten en lachten trouwens deze man die dat schreef. De Passion Translation. Ken je wel, hè? Brian Simmons. Ja, hij kent hem. Kennen jullie hem? Die vertaling, hè? De Passion. Jammer genoeg nog niet in het Nederlands. Maar ik zeg net met Richard. Hij wil graag naar Nederland komen, deze man. Brian Simmons. He is amazing. Amazing. Wij gaan zometeen op tour met hem in Israël. Aan het eind van oktober. Amazing. Als je nog niet de Passion Translation gelezen hebt, dan ben je nog geen christen. Ben je nog geen christen. Of geen echte christen. Of geen volle christen. Of geen excited christen. He is wonderful. Zo, lachten en stroomden over met blijdschap. Daar gaat een beetje mijn talk, een beetje mijn preek over. Dus het is ontzettend fijn dat we hier kunnen zijn. En we geven jullie de groetjes uit Nieuw-Zeeland van onze kerk, de Harmony Church. Maar wat ik wel wil doen eigenlijk, vorige keer heb ik een video opgenomen, dat ga ik niet doen, maar ik wil wel even dat jullie wat leuks doen. Kunnen jullie misschien allemaal even staan? En of allemaal Jezus! Sorry, als ik 1, 2, 3 zeg, oké, Jezus. En dan, Nou, en dan ga ik hier achter staan, want ik wil natuurlijk veel mensen hebben hier. En dat is nou goed voor mijn kerk, weet je wel. Ze zeggen, we betalen jou, wat doe je nou allemaal in Nederland? Dus dan moet ik even zeggen dat ik een beetje aan het werk ben hier, weet je wel. Dus als jullie nou allemaal in één keer Jezus, oké? Okay? 1, 2, 3. Yeah. Oké, okay, dat was een foto, maar nu ga ik even een video doen. Ik vind het toch wel heel leuk, want jullie doen het toch wel erg goed allemaal. Dus het is 1, 2, 3, Jezus, en dan ga ik zo helemaal erlangs, oké? Okay? Alsof je op tv bent, oké? Okay? Komt trouwens wel, hè, tv. Richard, daar gaan we voor geloven, hè? Oké, okay, zit op tv, hè? En alle mensen trouwens op livestreaming. Hallo. Oké, okay, gaan we. 1, 2, 3. Goed zo, goed zo. Hartelijk dank. Ga zitten alsjeblieft. Het is heel fijn om hier te zijn. Mijn vrouw Catherine, Saskia, mijn zoon Jonathan. Ga even staan, Jonathan. Jonathan is 23 jaar. Hij is nog niet getrouwd. Hij zoekt naar een meisje. Dus als jullie... En misschien een Nederlands meisje, als je mooi bent, dan mag je wel jezelf presenteren aan mij, eerst. En als het allemaal goed is, dan gaan we verder. Maar Jonathan is bij ons, hij is associate pastor bij ons in de kerk. En hij leidt ook aanbidding, alle muziek en alle media en allemaal mooie dingen. Hij begon, onze gemeente, toen we 8 jaar geleden begonnen, we waren deel van andere kerken. Maar toen we onze eigen kerk begonnen, gewoon als een pionier, gewoon met 20 man, gewoon niemand, weet je wel. En dan begin je in zo'n schooltje. Kent iedereen dat? Schooltje begonnen zo? Ja, hè, toch? En nu hebben we gewoon een lekkere sterk, iets van 400 man of zo. Maar veel conferenties doen wij. Dus wij doen veel dingen in de stad, in het land. En we zijn gewoon heerlijk bezig. En onze kerk is te gek. En dan Fabian, die werkt ook met ons samen. Ook in de kerk. Hij is 16, is nog op school. Heeft wel verkering, dus even afblijven. Het heel mooi meisje trouwens in Nieuw-Zeeland, die Van de Meijden heet. Kun je geloven? Van de Meijden. Samara Van de Meijden.
Er zijn veel Nederlanders in Nieuw-Zeeland. En dan hebben we ook nog een andere jongen, heet, onze oudste zoon is David Hoekendijk. Ik heb hem zijn Nederlands paspoort gegeven en hij zit nu, studeert in Groningen. Kun je het geloven, hij kan niet eens Nederlands praten. Kun je gewoon in Groningen kun je gewoon studeren en geen Nederlands. En natuurlijk, mijn moeder is hier. Mijn moeder was gisteren 76 jaar. Kom op. Moeder Hoekendijk. Moeder, had een saaif op. You, happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Birthday to you. Geweldig, hè? Altijd mijn moeder, jongen, die spreekt nog over de hele wereld, joh. Geweldig, hè? Wat een heerlijk, toch heerlijke heritage, hè? Hoe zeg het nou? Dat, hè? Dus ja, precies. Oké, okay, we gaan moeten wat zeggen, want ik moet alweer, jongen, je hebt allemaal tijd genomen van mij, joh. Dat kan niet veel doen. Maar ik voel echt dat wij in Gods vaderhuis zijn. We zijn gewoon in Gods vaderhuis, hè? We zijn bij papa op de knie, right? Dus zo moet je een beetje voorstellen. We zijn dus onofficieel, weet je wel, hier op het podium en zitten en zo. We zijn in het vaders huis. Wij zijn samen bij God. En God wil mooie dingen doen in ons leven. En een van de dingen die hij wil doen, en dat zagen we gelijk al wel, en dat is ook een beetje het thema nu al, en ik zag het al, dat wist jij helemaal niet, dat het vreugde was een van de thema's, tenminste mijn thema waar ik zo graag over wil spreken. En ik ga Efeziërs 3, vers 14 tot 21, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens. Daar word je gewoon al blij van, hè? Gewoon het lezen al. Hè? Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat te zijn te hervatten hoe groot de breedte, lengte, hoogte, diepte en de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt door alle volheid Gods. Kom op, iedereen zegt volheid God. Vol van God. Heerlijk joh. Hem nu, die blijkt is de kracht welke in ons werk bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij beseffen of bidden. Wat zeg je dan? Oneindig veel meer. Daar praten we vanmorgen over. Kom op, nog een keer. Oneindig veel meer. Hem zijn alle heerlijkheid in de gemeente, in Christus Jezus, tot alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Nou, ik vind dat zo mooi, maar ik vind het nog mooier in het Engels. To him who is able to do exceedingly, abundantly, above all we ask or imagine or think, according to the power that is at work in us, to him be the glory in the church, by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. Mooi, hè? Als je zo vertaalt, mijn vertaling, de Gideon-vertaling. Oh, dit is al een Gideon-vertaling. De Bijbel, Gideons Bijbel, toch? Nou ja, oké, okay, mijn Bijbel, Gideon 2, tweede. Hij is bij machten te doen, buitengewoon, overvloedig, bovenstaand, dat is mijn vertaling, alles wat we vragen of denken volgens de kracht die in ons werkt. Zeg nou even, er is oneindig veel meer. Meer dan we denken of bidden. Volgens de kracht die in ons leeft. Mooi, hè? Vorig jaar, ik weet niet, wie was er vorig jaar hierbij bij mij? Ik bedoel, toen ik sprak. Ja, hè? Een heleboel niet ook, hè? Nou, ik ga even heel even kort herhalen. Vorig jaar had ik een beeld van Amersfoort. We waren in Amersfoort en ik zag dat die hele grote kerk in het midden van Amersfoort en iedereen zat eromheen. En de meeste mensen hebben geen idee dat die kerk daar staat. Ik bedoel, staat er wel, maar je begrijpt het, hè? Die bestaat er ook niet, weet je wel. God, wat is dat nou? Die kerk was een monument. En ik heb het gezegd van de Heer, dit is een monument van een verleden glorie. Ja, een monument van een verleden glorie. En dat God wilde weer jullie hier in Amersfoort maken dat deze gemeente weer wordt tot een demonstratie van Gods glorie nu. Right? Glorie van God nu. Dat Jezus weer het centrum van Amersfoort en dat jullie als gemeente, als Rafael gemeente, strategisch hier zijn geplaatst. In het midden van het land hier in Amersfoort. Om een krachtige koninklijke invasie te manifesteren. Amen? A kingdom invasion. En jullie zijn allemaal daarvoor geroepen. Er is oneindig veel meer wat God wil doen in deze stad, door deze kerk, door jou heen. Amen? Door jou en mij heen. In onze gemeente eerder in het jaar was het thema
taking the land en een beetje meer van het land innemen, de promised land en dat soort dingen. En toen kwam er een profetisch woord naar ons toe van het meer van God. Heel mooi profetisch woord. En toen gingen we dat geloven en we gingen daarmee werken en we gingen uitstappen in het geloof. Weet je, dit jaar hebben we meer reddingen gezien in onze kerk ooit tevoren, meer genezingen gezien in onze kerk dan ooit tevoren, meer financiële breakthrough dan ooit tevoren, doorbraak dan ooit tevoren, meer mensen's levens veranderen dan ooit tevoren. Het gebeurt gewoon all over the place. Meer geloof, meer geloof. Kerk wordt wakker. Amen. Dat is een boek dat Joke geschreven heeft. Kerk wordt wakker. Wake up. Wake up. Everybody say wake up. Wake up. Tell yourself, wake up. Zeg het. Wake up. Weet je, ik zie soms, weet je wel, al niet in jullie kerk hoor. En ook niet onze kerk hoor. Maar soms is die kerk zo duffig. Ken je die mensen wel? Een beetje duffig. En lui. Duffig. Ik denk, de kerk moet niet duffig zijn en slaperig zijn. En een van de grootste problemen die we hebben, zijn twee dingen. Eén, is dat we niet weten wie we zijn. Twee, dat we niet weten welke kracht we hebben. Eén is over identiteit, het zijn. En de andere is over de kracht en het doen. En soms hebben we het met elkaar te maken natuurlijk. Maar die twee dingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. En zonder gezonde identiteit en zonder de kracht van God gebeurt er niet echt veel. En gaan we zeker niet in het oneindig veel meer. Amen? Dus vorig jaar had ik die bril op, weet je nog? Ik had vorig jaar, ik had eigenlijk nog een keer moeten doen, maar doe ik niet. Ik had zo'n mooie bril op, een Jezusbril. En het is zo belangrijk dat wij weten als christenen. Vorig jaar sprak ik dus over de onschuld. Ik sprak over leven vanuit de onschuld. En het is zo belangrijk dat wij geen christenen zijn met een Jezusbril op. Dus dat Jezus zegt, ja, ik heb jou gered en ik heb jouw zonde vrijgemaakt. En en God ziet ons nu door die bril heen. Dus God heeft die bril, Jezusbril, en door die bril ziet hij jou als heilig en mooi en volledig en puur, zoals we al zongen. Maar hij zet die bril af. Ah! Je bent zo zondig en vuil. En sommige mensen denken zo. Ze denken, ik ben gewoon zondig en vuil, maar ik heb de Jezusbril, gelukkig maar. En het is wel een beetje zo, want je hebt inderdaad een Jezusbril die je hebt. Maar het evangelie is zoveel krachtiger. Zie, mensen denken nog steeds, of christenen denken nog steeds, dat zij vergeven zondaren zijn. Nou, je hebt ook goede teaching hier, dus waarschijnlijk jullie niet meer. Maar ik zeg het toch maar even, just in case iemand van jullie denkt het nog wel. Jij bent geen vergeven zondaar. Er was één keer in jouw leven dat jij een zondaar was. Toen kwam je tot Jezus en toen van die ene stap toen je zegt Jezus, ja Jezus, en hij maakt je helemaal puur in één seconde. Nou, toen ben je overgestapt van een vergeven zondaar in een heilige. En toen werd je een heilige. Dus jij bent geen zondaar. Maar het is heel moeilijk om dat te zeggen. Zeg tegen jezelf, ik ben geen zondaar. Zeg het nog, maar je moet wel menen, hè? Ik ben geen zondaar. Nou, ik wil even zeggen tegen jou, als jij niet tot Jezus bent gekomen, je zit hier vanmorgen en je zegt, ik leef nog in mijn zonde, dan ben je nog een zondaar. Dan heb je iemand nodig om jou te redden. En dat is het goede nieuws van de Bijbel, dat Jezus jou kan redden. En als je zegt van, Jezus, kom in mijn hart, Jezus vergeeft mijn zonde, dan word je ook een zonderling, een saint. Maar ik vind het zo moeilijk in Nederland. Je bent geen zondaar meer in ieder geval. Ja, ik ben geen zondaar. Nou ja, dus zonder bril, vergeven zondaar, dat is evangelisch. Hij heeft immers ons in Efeze, Christus Jezus, uitverkoren van de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Iedereen zegt heilig? Onberispelijk. Voor zijn aangezicht in de liefde heeft hij ons tevoren en toe bestemd als zonen van hem en dochters, voor hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof en heerlijkheid van zijn naam, waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. Ik kan nog steeds Nederlands, ik kan het niet geloven. Amen. Wij zijn heilig en onberispelijk, holy and blameless. Before the foundation of the world, voor de grondlegging der wereld, zag God ons als heilig en berispelijk voor zijn naam. Door Jezus, maar niet alleen door de Jezusbril. Amen. En weet je hoe dat zit? Omdat namelijk het evangelie is veel mooier dan een Jezusbril. Wij zijn opnieuw geboren. Amen. Zie, jij bent van onschuld geboren. God kijkt niet door die
bril heen naar jou door Jezus en daardoor alles is fijn. En dan haal je die bril eraf en je leeft in je leven en je bent gewoon een vieze, vuile zondaar. Dat klinkt wel goed trouwens, vieze, vuile zondaar. Ja, we hebben wel zondige gedachten, maar jouw geest ziet hetzelfde uit als Jezus. Als God de Vader in jou kijkt en hij kijkt naar Jezus, ziet er geen verschil. Maar dat is de gospel. Ik bedoel, je kunt niet van God geboren worden en een beetje minder zijn als zijn geest. Jij bent van geest geboren. Het is incorruptible seed. Ik weet niet hoe dat ze zegt. Onvergankelijk zaad. It's incorruptible, it's not corrupted. Het is 100% puur. Hè? 100% puur van de Heilige Geest ben jij geboren. Niet 80%, oké, van de Heilige Geest 80% en 20% ben je nog steeds zelf. Nee, dan heb je een probleem. Wij zijn 100% puur van God geboren, een nieuwe schepping gemaakt. 2 Korinthe 5:17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles nieuwe is gekomen, net als Jezus. Jongen, de mooie metamorfose is, heeft er plaatsgevonden. Metamorphosis. En zeg hem al even, voor de gein even in het Engels. Metamorphosis. Oh, goed, hè, jongens, niet te groot. Metamorfose. Je wordt, en het mooiste voorbeeld is natuurlijk van een rups die een vlinder wordt. Hebben we natuurlijk over gepraat, neem ik aan, Richard. Maar een rups die een vlinder wordt, het wordt gewoon een heel ander beestje. Maar het komt wel uit dat oude beestje. Jij bent een oude zondaar, was je toen. En toen ben jij gewoon helemaal gereinigd. En een nieuw creation, een nieuwe schepping geworden in God. Je bent gewoon nu een vlinder. Dus ga dan niet meer lopen als een rups. Een beetje zo door het gras, een beetje door die rommel en die vieze vuile zonde. En dat soort dingen. Jij gaat vliegen, zoals Catherine al zei. Jij gaat vliegen in de Heilige Geest. Een adelaar. Zag je toch pas, een arend. Adelaar of arend, toch allebei hetzelfde. Geen rups meer. Je bent veranderd van binnenuit. En je gaat van een weeskind, van een orphan, word jij een zoon en een dochter van God. En je gaat van schuld naar onschuld. Halleluja. Toch mooi? Hartstikke mooi, joh. Sinner to saint. Mooi in het Engels, hè? Want jij bent namelijk gedoopt in de natuur van God. Je gedoopt in de natuur van God. Dus wees wie je bent. Dus identiteit is heel belangrijk. Als jij nog steeds denkt dat jij een zondaar bent. Ik heb het niet over de problemen die we hebben. Sommige van die gedachten in je mind. Dat moet allemaal geluisterd worden, dat soort dingen allemaal. De geest werkt daarvoor. Maar jij moet weten dat jij een nieuwe schepping bent in jouw geest. En jij bent jouw geest. Je hebt een lichaam en je hebt een ziel. Maar dat je geest, je bent een nieuwe schepping. Dat is wie je bent. En zo ziet Jezus jou en zo ben jij. Amen. Zo ben jij. Ja. Ik ben zo blij dat mensen zo blij zijn hier. En vanuit dit besef ga je namelijk blij leven. Maar dat is niet de preek van vandaag, dat was van vorig jaar deze preek. Maar ik ben bijna, denk van ik moet nog een keer zeggen, maar dat ga ik niet doen. Want het is heel belangrijk, de identiteit. Maar de tweede wat heel belangrijk is, is de kracht van God. Want zonder de kracht van God kun je gewoon niet veel doen. Hij is bij machte een heleboel dingen te doen. Maar bij machte zegt hij wel, hij kan het doen, maar misschien doet hij het niet. Want de macht heeft natuurlijk wel te maken met ons. Als wij er gaan instappen, wij gaan dat doen, dan gaan wij, hij heeft ons alleen maar. Ons heeft hij alleen maar, right? Hij heeft alleen maar ons. Amen. Er is niemand anders die het gaat doen voor hem, hoor. Amen. Wij moeten het doen. Halleluja. Dus hij geeft ons de kracht. Maar hij is bij macht om dat te doen. Maar als jij nee zegt, gaat hij het ook niet doen. Dus hij gaat, natuurlijk wel belangrijk, toch? Amen. Dus wij hebben een verantwoordelijkheid, right? Om hiermee bezig te gaan. Gij zult kracht ontvangen, staat in de Handelingen 1:8. Kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult in u komt. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En toen zegt Johannes de Doper in Lucas 3:16, zegt, ik doop met water, maar hij die komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken, hij zal u dopen met Heilige Geest en vuur. Heilige Geest en vuur. Vuur van God. Heilige Geest, maar het vuur van God. En toen de Pinksterdag aanbrak in Handelingen 2, toen kwam het. Waren alle tezamen bijeen en eensklap kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Iedereen zegt vervuld. Vol van de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken in andere tongen zoals de geest hem gaf
uit te spreken. De geest nu, gedoopt met geest en vuur. Nu uiteindelijk wordt de geest komt binnen. Die metamorfose waar we net over gesproken hebben, de nieuwe schepping kwam nu pas in Pinksteren. Het kon nog niet eerder, want we waren nog niet heilig. De Heilige Geest kon nog niet, de Heilige Geest kon nog niet in de heilige persoon, want voor Jezus waren we nog niet heilig. Dus daarom zegt hij op een gegeven moment, zegt hij straks gaat hij komen, maar hier komt hij. In Pinksteren komt hij met het geest en met vuur. En we zien hier die identiteitsverandering. Sommige mensen zeggen tegen mij, de discipelen van Jezus waren toch born again? Waren toch opnieuw geboren? Dat kan helemaal niet. Ze hadden wel de geest op zich. Ze hadden wel de geest om zich heen, maar ze waren nog niet wederom geboren. Dat kan helemaal niet. Een identiteitsverandering gebeurt bij Pinksteren. Die metamorfose, nu komt de Heilige Geest van binnen te wonen. En het meer van God komt in de mensen. Right? In de mensen. Nou, ik heb even mijn aansteker, mam, uit mijn tas. Mijn tas, alsjeblieft. Give it to me. I'll do it. Sorry, ik ben even iets vergeten. Een boek? Iemand een boek hebben? Nog een boek? Die mijn boek? Nee? Een lolly. Iemand een lolly? Heb je dit boek al? Dat is een heel goed boek. Weet je? Kom maar, dat is een heel goed boek. He Qualifies You. Is van een vriend van mij. Heel goed boek. Televisie, sorry. Dat is een beetje niet erg op professioneel. Het licht ter wereld. Ik moet even dat licht. Ik had zo'n ding er meegenomen. Ik zag bij mijn moeder zag ik zo'n mooi ding staan. Ik zeg, het licht is binnengekomen. Hij, jongen, wij denken dat op een gegeven moment met Pinkster dachten wij, wat ze zeggen, vuur en vlam, zo'n klein vlammetje kwam boven hun stoel. Weet je wel? Lief vlammetje, weet je wel. Boven die mensen, weet je wel. Ze werden gedoopt met vuur, right? Gedoopt de dinges. En er staat zo'n leuk vlammetje. Nee, helemaal geen vlammetje. Er staat wel in de Bijbel zo'n vlammetje, maar dat is gewoon een kleine, ik weet niet eens hoe die mensen dat moeten vertalen. Ze waren gedoopt in vuur. Je was al helemaal fakkels, jongen. Ze waren helemaal vuur van boven naar beneden. Helemaal staan ze in brand. The fire of God. Het vuur van God. Fire of God. Ja, die mensen in die Pentecostal church van evangelisch van Pinkster wel een beetje brusse handen, hè. Klein vlammetje. Niet zo belangrijk hoor, zo'n klein vlammetje. Ja, heel belangrijk, zo'n klein vlammetje. Alles is veranderd. Die mensen werden gedoopt, zoals je in water gedoopt wordt, onder water. Niet gesprenkeld met zo'n stom watertje, dat is niet. Onder water. Zo werd jij gedoopt, ook met de geest in de geest. Ja, nieuwe schepping, totaal in de geest. En nu in het vuur. In het vuur. En dan word je open en dan word je helemaal, sta je als een fakkel. Sta je helemaal te branden. Geen klein stom dingetje zo boven je hoofd. You know? Wat denken die mensen wel, joh? Dus wij zijn aangestoken mensen. Zeg het tegen die buurman, je bent een aangestoken mens. Je bent een aangestoken mens. Je bent een aangestoken mens. En daardoor kunnen wij zoveel meer. Wij zijn gedoopt in de liefde van God. Weet je, het vuur van God is alles van God. Het vuur van God is het wezen van God. Je bent gedoopt in zijn liefde. Zijn liefde is zo. You wait for Brian Simmons als hij komt hier. Gaat hij praten over Passion and Fire, over het Hooglied. You will not know you are alive. Dan wel. Het liefde is zo ongelooflijk van God. De Vaders liefde en jouw bruid en de Jezus, jouw bruidegom. Oh jongen, de liefde van God. Jij bent gedoopt in de liefde van God. Je bent gedoopt in de vrijheid van God. Je bent gedoopt in de vreugde van God. Nou, heel veel mensen in de kerk moeten ook wel een beetje weten. Niet jullie. Maar heel veel mensen in de kerk moeten weten of de vreugde. Het is helemaal niet vreugde, joh. Vreugde is een van de belangrijkste kenmerken van een christen. Ik zou nog iets anders zeggen. Als jij niet de vreugde kent, dan weet ik niet of jij nog gedoopt bent met de Heilige Geest. Want God is vreugde. God is liefde. God is sterkte. God is vrede. God is alles. En dat heb jij nu binnengekregen door de Heilige Geest. Liefde en kracht. Dus mijn vraag aan jou is, ben jij aangestoken door de Heilige Geest? Ben jij in vuur en vlam voor de Heilige Geest?
Een paar wel, hè? Even kijken waar ik nou ben. Even wachten, gaan we even met praten met elkaar zo. Zeg maar, leuk. Het ziet er mooi uit, buurvrouw, buurman. Loofhuttenfeest. Volgende week is Loofhuttenfeest. En dan is heel mooi, we zijn er bij. We gaan met z'n allen naar Israël volgende week. We zijn 3 weken in Israël. Catherine Nixon op onze... sabbatical, dankjewel. Sabbatical. Hij zegt, ik wil een baptist worden weer. Sabbatical, elke 7 jaar of zo mag je naar een sabbatical. Mag je weg, weet je wel. En... dus we zijn nu 6 weken weg. Dus we gaan naar Israël en Nederland natuurlijk nu. En naar Israël en dan gaan we naar Griekenland en Santorini en Santorono en Santorini. Zoiets allemaal. Een leuke plaats allemaal. En aan het eind van oktober gaan we dus met een tour met Brian Simmons van de Passion Translation. Gaan we dus met een tour, 8 dagen tour met hem mee. En aan het einde van die dag, eindigt op 31 oktober. Wat dus, weet je wat het is? 31 oktober? Zeg je? Precies, het 500 jaar reformatie. Op die dag. En dan gaat... wist je toch? Ja, wist je wel. En dan gaat dus... Hij gaat zijn Bijbel, de Passion Translation, wat nu nog gewoon een aparte boek is, is één Bijbel. Nieuw Testament. En ook een met spreuken en psalmen erbij wordt. En dan krijgen Catherine en het overhandeld daar bij hem. Met hem. Is leuk allemaal. Anyway, Loofhuttenfeest zijn we dus bij volgende week. Heel erg mooi. Gaan we mee vieren. Het Loofhuttenfeest duurt 8 dagen. Die klok is kapot bij jou, jongen. Hij loopt snel, hè? Die komen de kinderen binnen zometeen over 5 minuten. Nou, die mogen ook meedoen. Mag allemaal, een groot feest allemaal. Duurt 8 dagen. Ga ik even sneller nog even. De 8e dag was het hoogtepunt. Daar ging de hele meute voor feestgangers in Jeruzalem naar de bron van Siloam. Weet je dat? En ze vulden daar de kruiken die ze meegenomen hadden. En dan gingen ze die kruiken gingen ze terug en trokken ze met lange optocht naar het tempelplein, waar het water werd uitgegoten over 2 schalen die naast het brandofferaltaar stonden opgesteld. En toen zegt de priester dan, de woorden uit Jesaja 12 vers 3, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Mooi, hè? Ja, Oud Testament. U zult het water bronnen van het heil. En toen op die 8e dag, toen Jezus daar was, 2000 jaar geleden, Jezus begon exciting te worden. En hij stond op en hij begon te roepen. En het tafereel, hij gaat een boodschap zeggen aan de mensen in de menigte. Hij zag dat water en hij zag zichzelf. Toen zei hij dit, Johannes 7 vers 38. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Sommigen van ons moeten een beetje gaan drinken, denk ik. Amen. Een beetje gaan drinken. Jezus voegde er nog daartoe, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan komt er de uitleg van de Heer en dit zei hij over de geest. Want zij die in hem geloven zouden dat ontvangen. Want de Heilige Geest was nog niet toen uitgestort, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat heb ik net gezegd. Hij moet natuurlijk eerst naar het kruis. Hij moet je eerst schuld vrijmaken en heilig maken. En dan kan 50 dagen later kan de Heilige Geest komen, want het huis is schoon. Iemand moet weten, jullie moeten weten, het huis is schoon. Ik ken je gedachten wel, heb ik ook. Er zijn wel dingen in onze mind en daar wordt gelouterd en er wordt een werk gezegd. Maar als God naar jou kijkt, hoe je bent in jouw geest, je bent schoon. Jij bent schoon. Jij bent schoon. De geest van God, die nog niet vereerlijk was, door het kruis. En toen ging dus in Pinksteren gaat het water stromen. Het water gaat stromen. Stromen van kracht. Weet je dat mijn grootvader zijn bediening en zijn organisatie was stromen van kracht. Weet je nog? 50 plus onder ons weten dat nog. 40 plus, stromen van kracht, stromen van kracht. Er zijn stromen van kracht achter jouw navel. Amen. Nou, kijk nou eens naar je navel. Niet naar je buurman, naar jouw navel. Jouw navel. Achter jouw navel zit zo ontzettend veel kracht. Daar loopt die rivier doorheen. Achter je naar binnenste, ze zeggen dat het binnenste hier is. Hier woont de geest, hij woont hier achter jouw navel. Dus achter jouw navel, moet je eens goed kijken een keertje straks in de spiegel als je thuis komt. Daar zit die God van jou. En daar zit die geest van jou. En dat water, dat stroomt maar. Het is zo ontzettend mooi. Het is zo ontzettend krachtig. En je kunt zeggen, maar in die rivier
springen. Beetje gek zo, in jezelf zo springen. Maar je kunt in die rivier, kun je gewoon springen van dat water. Zo mooi joh. De rivier van God stroomt door jou heen. Naar andere mensen om genezing te brengen. Bemoediging te brengen. Bron van God, die maar stroomt, die maar stroomt. Dit is het meer van God, leeft in jou. Het meer van God is daar. Maar dat is nog mooier, nog iets anders. We zijn dus gedoopt met het water, maar staat hier, je bent dus gedoopt ook met het vuur. Dus dezelfde waterbron die zit daar in jouw buik, zeg maar, achter jouw navelstreng. Diezelfde bron is ook een vulkaan. Een vulkaan die vuur spuugt. Die vuur spuugt. Wij zagen gisteren, zaten we te kijken, Kevin is gisteren te kijken naar zo'n ons filmpje hebben we aangedaan, mijn moeders, en bij onze trouwerij, 29 jaar geleden, right? En de Ben Hoekendijk was erbij, trouwens hij was er gisteren ook bij, Ben Hoekendijk leeft nog steeds. En sommige mensen kennen nog wel Ben, en mijn tante, die heet Liepje, is al 86, oude mensen nou, weet je wel. Maar ze oh, gaan nog, weet je wel. Anyway, maar toen ging ze praten over dat God, dat mijn grootvader heette een vuurvreter. Hij zegt, weet je nog, die vuurvreter, Karel Hoekendijk. En ik vond dat zo mooi. Ben jij een vuurvreter? Vuur, weet je wel? Vuur van God. Hij hield zo van het vuur van God. En dat lava, dat borrelt op. Dus achter jouw tummy button, achter jouw navel, zit een stroom en een bron. Er zit ook een vulkaan die vuur spuugt. Het is ontzettend mooi. Nou, de vraag van mij aan jou, heb je die stroming in jouw maag? Heb je die stroming van binnen? Voel jij die stroming in jou? En gaat die ongehinderd? Of is het misschien een blokkage? Misschien is het wel een vulkaan, maar hij is een beetje dood. Hij spuugt niet meer, dat lava komt er niet meer uit. Misschien heb je iets dat er geblokkeerd zit, weet je wel? Dan moeten we een muurtje misschien, dan moeten we omver gooien, weet je wel? We willen dat gewoon laten gaan. Weet je hoe je weet dat je gewoon lekker stroomt? Moet gewoon kijken naar Richard. Of naar Sijbrand. Dat stroomt gewoon lekker zo. Dat stroomt gewoon lekker zo. Toch? Dat stroomt lekker zo. Je kunt zien de mensen die vrij zijn in de stroming. Die mensen zijn altijd blij. Vreugdevol. Hebben de vrede van de Heer. Zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn. Want weet je, de geest in jou zelf, die verandert helemaal niet. Daarom is hij jouw sterkte. Daarom is de vreugde van de Heer is jouw kracht. Want jij tapt eigenlijk in die geest, in die geestelijke wereld, dat tap je in. Als jij vreugde van de Heilige Geest, hè, niet alleen maar gewoon wat Kevin zei, de andere vreugde van de wereld, niet die vreugde. Die echte diepe blijheid en vreugde waar God in Jezus. Jezus is de blijste man ooit geweest. Hij was zo blij altijd. U kunt de kinderen ophalen, trouwens. Zo blij. Uitstorting van de Heilige Geest. Zo fijn. Je mag ze ophalen en je mag ze binnenbrengen. We gaan hier gewoon verder. Dus we hebben maar één keer mensen uit Nieuw-Zeeland. Ze zijn van de andere kant van de aarde gekomen. Dus haal je kinderen even op, breng ze binnen, zodat ze even meegenieten van de uitstorting van de Heilige Geest hier. Dus de uitstorting van de Geest voorspelt in Joël natuurlijk, in de laatste der dagen, maar ook in Jesaja 44, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Misschien is dat een woord van iemand hier. Dat God op jouw dorre leven, op jouw dorstig leven. Weet je, we kunnen die rivier hebben van binnen en nog steeds zo dorstig zijn. We kunnen die vrijheid en blijheid hebben hier in jouw geest, maar toch zelf dat nog niet manifesteren in onze gedachten of zelfs in onze emoties. En God wil dat veranderen in ons leven. Weet je dat een rabbijns gezegde uit die tijd van Jezus zegt dit. Wie de vreugde bij de waterprocessie niet heeft meegemaakt, die heeft in zijn leven nog nooit vreugde gezien. Hey, dit is het Oude Testament. Dit is voor Jezus, dit is voor de Heilige Geest van binnen. Daar heb je vreugde nog niet. Als je naar Israël gaat, en we zijn er volgende week, dan zie je die rabbijnen, zelfs als ze niet born again zijn, opnieuw geboren, hebben ze toch die vreugde. En ze gaan dansen. Ze gaan dansen met die Torah. Ik heb ze gezien. Hè? Gaan ze dansen met die Torah bij de muur, weet je wel. Ze zijn blij. Ze zijn blij. Met de Torah en met God en de Geest. Hoeveel te meer?
zijn wij die vol zijn van de Heilige Geest. Blij en vrij in de Geest. Vrij. Weet je, het koninkrijk is gerechtigheid, vreugde en vrede in de Heer, right? Die dingen. Dus gerechtigheid, je moet weten dat je gerechtigd bent. Door Jezus heb je de gave gegeven van gerechtigheid. Die onschuld, wat ik al gezegd heb, right? Maar die twee dingen zijn gevoelens in de Geest. Twee dingen in het koninkrijk. Heel belangrijk. Staat er hier. Vreugde en vrede. Vreugde en vrede is het kenmerk van het koninkrijk. Dus eigenlijk moet dit gewoon een hele lachpartij worden. Als jij in die kerk komt. Zo moet het worden. Maar wij gaan zo naar de kerk, weet je wel. Zo netjes in ons autootje, weet je wel. En fijn met de kerk. En zijn we lief en fijn. Dan gaan we dan. Maar soms tappen we helemaal niet in die vrijheid. En dan moeten we naar een of andere stomme gast. Die helemaal geen christen is. Moet je gaan kijken. Hè? Naar kijken om te lachen. De Geest kan lachen. We hebben sommige mensen in onze kerk, die liggen gewoon uren op de grond te lachen. Gewoon, die kunnen gewoon niet stoppen van lachen. Want die Geest, maar die laten dat toe. Die laten dat toe. Weet je, er is zoveel meer voor jou. Allemaal door de Geest achter jou. De vrede van God, die diepe vrede van God, is zo krachtig in je leven. En het kan overal tegenaan. Heb jij de vreugde en de liefde van God in jouw leven? Heb jij de Geest gevoeld? Mensen zeggen soms van, ja, maar christelijkheid is geen gevoel. Nonsens! Wie zegt dat nou, dat er geen gevoel is? Jezus is jouw bridegroom, is jouw bruidegom. Hij is so in love with you. Denk je dat er geen gevoel is? You are kidding yourself, als dat geen gevoel is. Dat gevoel wat jij had voor jouw vrouw, of van jouw meisje, of voor jouw jongen, dat gevoel heeft hij over jou. En dan 100 miljoen meer. Voor jou. Elke dag. Elke dag. En dat is Jezus. Dan gaan we naar de Vader. Weet je, de Vader, die heeft jou zo ontzettend lief. De Vader is zo perfect. Hij is niet zoals je aardse vader. Die hebben nog wel gebreken af en toe. Jouw God, hij houdt zoveel van je als zoon en als dochters. En dan hebben we er nog één. Dan hebben we de Heilige Geest. En de Heilige Geest brandt van vuur, van liefde. Van liefde en van vreugde in jou. En sommige mensen, ik wil je gewoon, you're allowed to. Zeg dat je mag je toestemming om soms een beetje los te laten. Je hoeft niet altijd zo Nederlands te zijn. Of Nieuw-Zeelands hoor. We hebben allemaal van die Engelsen in Nieuw-Zeeland. Allemaal die Engelsen, upper lip, weet je wel. Stiff upper lip, weet je wel. En Engelsen, ook. Die kunnen er ook wat van hoor. Fijn hoor, fijn in kerk. Ja, fijn. Erg fijn. Ja, ik wel. Kom op joh. Het moet zo blij zijn zoals zijbrand. Het vloeit gewoon. Het vloeit gewoon door ons heen. Het vloeit gewoon. Nou, ik had een beeld. Ik had een beeld voor jullie. Weer. Ik heb een heer gevraagd. Een paar maanden geleden kreeg ik een beeld voor jullie. En diezelfde kerk. En ik zag diezelfde kerk in het midden van Amersfoort, zag ik diezelfde kerk als een vulkaan. Maar dat was een dode vulkaan, right? En ik zag dat God ging blazen in die vulkaan. En die vulkaan kwam tot leven. En het lava ging eruit spugen zo. Naar Amersfoort, naar binnen, door de straten heen. En jongens en meisjes en mannen en vrouwen werden aangeraakt door het vuur van God. Het was zo mooi. Dus ik heb een woord voor jullie. Dat is een woord voor deze gemeente. Dat God zoveel te meer wil doen door jullie heen. Laat dat lava maar stromen. Halleluja. Iemand zei tegen mij, ik weet niet wie het was. En ik wil je niet op je plaats zetten of zo hoor. Maar iemand zegt tegen mij, hey, ik zag jou, mij, uit die auto stappen. En ik zag je wel zo blij. En hij zei, ik wil dat. Wat jij hebt, wil ik. Weet je, het is aanstekelijk. Als jij happy bent, als jij blij bent, is het aanstekelijk. Is de beste manier van evangelisatie. Halleluja. Waarom ben je nou zo blij altijd? De blijheid leeft in mij. Ik kan alleen maar blij zijn, weet je. In je leven heb je dat blij, dus de Geest van God. Dus heel belangrijk, als gemeente zijn jullie als een vulkaan die het vuur en de liefde en de kracht van God gaat
laten zien in deze, maar ook, weet je, de kerk is jullie. Dit is geen gemeente, het is niet Richard en Jannie en het gebouw die het doen. Jullie zijn de gemeente, jullie zijn de kerk. Ik ben de kerk, jij bent de kerk. Dus wij zijn allemaal een kleine vulkaan. En God wil door ons stromen, het water, maar ook de lava, het vuur van God, de liefde van God, de kracht van God, de vreugde van God, de blijheid van God, wil door jou heen stromen als een vulkaan. Dat is toch mooi? Weet je de eerste kerk, hè, in Handelingen, toen waren ze net vervuld met de Heilige Geest, weet je nog? Wat zeiden ze toen tegen hun? 9:00 's morgens. Ja, je ziet het dronken eigenlijk. We zijn allemaal een beetje veel gedronken, hè, meneer? Helemaal niet te veel gedronken, het is 9:00 's morgens, zeggen ze. Maar ze waren zo blij, ze zagen het, dronken. En dan zegt Jezus nou, wat zegt hij dan? Don't be filled with wine, but be filled with the Holy Spirit. Ja? Dus wij hebben dat van de Heilige Geest. Wij mogen drinken van de Geest. Maar het is niet alleen maar van de buitenkant, het is van de binnenkant. Hij wil opborrelen in jouw leven. Hij is zo mooi. Het vuur van God kan redden. Het vuur van God kan aansteken. Het vuur van God geneest. Het vuur van God geneest jou. Als je ziek bent, het geneest jou. Het geeft je. Dat is gewoon gek, toch? De liefde van God. Al die dingen van God.